En dat geldt ook voor Muriel van Tuincentrum van Gastel. Goedemiddag. Hallo. Tuincentrum zeg ik, maar jullie doen van alles, hè? Jullie hebben van alles. Ja, het begon ooit met bloemen en planten, maar er is uiteraard nu decoratie bijgekomen, verzorging voor dieren bijvoorbeeld, maar ook kookmateriaal. Ja, dan zijn we eigenlijk de cirkel dan rond vandaag. Ja, dat is de cirkel rond. En weet je, de meeste mensen spreken tegenwoordig heel vaak over showcooking, hè, en hebben ook allerlei items... Voor showcooking. Ik heb iets meegebracht waarmee dat we vandaag eens showdrinking kunnen doen. Mm-hmm. We houden het wel alcoholvrij, want het is nog iets wat te vroeg, denk ik, daarvoor. Maar ik heb iets van Lakeway. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een gadgetmerk. Die maken gadgets voor de keuken. En die hebben echt ongelooflijk toffe dingen. Als ik daar in die rekken rondwandel en ik zie die spulletjes, dan denk ik, ja, heb ik dat nodig? Nee, maar hey, dat is wel tof. Ja. En die vinden allemaal van die dingen uit waar dat je zelf niet op komt. Bijvoorbeeld deze, ja, toch wel supersonische ijsmachine, denk ik dan. Ja. Het is vrij eenvoudig, hè, want ik heb het gisteren dus voor de eerste keer getest. Je doet water hierin. Mm-hmm. En je kan daar ook gaan experimenteren met stukjes fruit of eigenlijk alles wat je wenst. En die zitten er ook in hier. Ja, dat heb ik gedaan. Dus ik heb wat kiwi en wat limoen genomen. En ik heb dat dus bij dat water gedaan. En ta-ta-ta-ta. Ik heb dat dan in de diepvriezer gestoken. En de rest is eigenlijk allemaal vanzelf gegaan. Dus je kan eigenlijk zelf een beetje toveren. Daarmee. Ja, maar ik vind ook... heb je al eens ooit zo'n perfect vierkante ijsblokjes gezien? Nee. Ik zou, en als het zo was, ik zou niet durven zeggen. Je hebt nog dingen bij. Ja, dus als we dit in het glas doen, ik hoop dat dat dan... Ah ja, dat gaat er dan heel gemakkelijk uit. En dan kunnen we dat zo in het glas doen. En er zitten dan zo stukjes kiwi en zo in verstopt. Mm-hmm. Dus dat gaat langzaam smelten. En als je dat dan wilt afwerken... Wacht, ik ga u dit al geven. Ja. Ik zal het doen, hè. Voilà. Dat is dus showdrinking, hè. Showtime. Allee, ik vind dat toch. Ik kan dat dan in de zomer ook met een cocktail of zo doen, hè. En dan neem je bijvoorbeeld een limoentje, of een citroentje, of een sinaasappeltje. Dit is ook van Lakeway. Dat is een rubberen... ik weet het niet. Een soort limoencondoom. Ja. Ja, inderdaad, eigenlijk wel. Dus je steekt die limoen in dat hoesje en dan doe je dat teutje eraf. En dan zou je, als je erop drukt, zou er eigenlijk sap uit moeten komen. Kijk, hè. Hier, kijk. Dus het moet lekken. Voilà. Goed. En dan kan je dus je cocktail of je drankje mee afwerken. Gewoon hier eventjes, voilà, weer een show-element. En je doet dat dan wel mee. Allemaal te vinden bij Van Gastel. En die op de website vangastel.be.